Wat is je naam, zei je? Nelly Benner. Ga je gelijk googlen, hoor. Hoi, ik ben Nelly en bij elk thema van SI ga ik op onderzoek uit. En dit keer is het thema money, money, money. En het eerste waar ik dan aan denk is Instagram en die hele wereld. Ik heb 40.000 volgers, dus ik ben er niet vies van. Ik voel me iets wat verloren en bekeken, maar daar hou ik wel van. Maar ja, weet je, je kan er een mening over hebben, maar ik wil eigenlijk zelf wel eens ervaren of Instagram echt zo'n goudpot is en of je een shitload aan spullen kan krijgen. En heb je wel eens gehad dat je iets heel graag wilde hebben dat je een bedrijf gemaild hebt? Eerlijk? Ja, heb ik wel eens gedaan. Goedemiddag, Jans Restaurant. Spreek met Maxime. Hey, goedemiddag. Je spreekt met Nelly Benner. Hallo. Hi, ik vroeg me af of jullie het leuk zouden vinden als ik een broodje kom eten en dan jullie tag in jullie Instagram. Even kijken. Ik ga heel even een collega van mij erbij op één momentje, alsjeblieft. Ik dacht, misschien is het leuk als ik wat mooie foto's maak en bij jullie een keer in bad kom. Oké, dan is het eigenlijk het beste om even contact op te nemen met onze PR-afdeling. Zijn er dingen waarvan je zegt, nee, dat doe ik echt niet? Nou, ik heb laatst... kreeg ik een berichtje van een merk van dat mondwater verkoopt. En die zei, hey Bobby, supermooi gebit heb je. Wil je die zo houden? Wil jij van ons een flesje mondwater? Want krijg je echt superwitte tanden van. Je wil mij eten geven. Ik heb trek in een kopje soep en ik heb 40.000 volgers. Kunnen we daar wat mee? Hoe bedoel je? En toen heb ik teruggestuurd van, joh, hey, superleuk. Maar je mag het sturen, je mag het ook niet sturen. De keuze is aan jou. En als ik er echt blij mee ben, dan zal ik het misschien wel aan mijn volgers delen. Zo van, dit is echt fantastisch, dit moet je ook proberen. Maar als ik dat niet voel, dan ga ik daar geen post voor doen. Ja. En toen hebben ze nooit meer wat van zich laten horen. ja, dan kan je misschien het beste even naar de Van Baarlestraat gaan. Ja. Daar kun je ook namelijk zitten. Soepie! Bam! Ja, en nu denk je dat ik gelijk kan eten, maar dat is niet zo, want ik moet eerst nog een foto maken. Oh ja, en heb je enig idee hoeveel volgers je ongeveer moet hebben om met jullie samen te werken? De volgers en bloggers die wij normaal niet in huis hebben, die hebben een paar miljoen volgers. Heb je genoeg volgers? Nee. Wil je er meer? Ja. Toch wel? Ja. Ja, absoluut. Omdat, en dat vind ik best wel lastig in de wereld van nu, is dat je... ik heb heel hard gewerkt om dit te mogen doen. Ik ben presentatrice van een heel groot YouTube-kanaal. Ik heb verschillende televisieprogramma's gedaan. Ik heb een opleiding gedaan om achter de schermen dingen te doen. En ik heb maar 26.000 volgers. Dus op het moment dat een merk of een zender of iemand mensen nodig heeft, kijken ze naar het aantal volgers. Is het mogelijk om hem een haar te laten doen tegen een Instagram-fotootje? Wat zeg je? Is het mogelijk om mijn haar te laten doen tegen een Instagram-fotootje? Voor een Instagram-fotootje? Ja. Heb je één momentje voor? Ja. Kan je om 4 uur? Ja, dat is eigenlijk wel een goede tijd. Ja. Ja. Oké. Okay. Hola, superleuk. Zet ik jouw 4 uur erin. Yes! Kabam! Ja, fijn. Ja. Nou. Yes. Oh ja, dan moet ik dus nu wel mijn telefoon erbij hebben. En, want anders kan ik geen foto's maken. Het is dus best wel hard werken, maar dit is dan wel weer leuk. Ik voel me nu wel een beetje Insta-famous. Gebruik je het als werk of als privé? Ik gebruik het wel echt als werk. Ja. Ja. Wat ook wel weer... Ja, ik gebruik het als privé en ik gebruik het nu als werk. Maar misschien is dat het. Misschien vind ik het daarom niet... Nou, vind ik het stom misschien. Ja. Dat ik mijn werk heel leuk vind. Denk je dat jonge meisjes er onzeker van worden? Ja, absoluut. Als ik er soms al onzeker van kan worden, niet dat ik dan geen jong meisje ben of zo, maar ik kan soms al denken, jeetje, oh, moet ik dan echt nu zo soort van gaan zitten en een foto maken? Of, oh ja, oh. Reis van Amsterdam, goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Je spreekt met Nelly Benner.
Ik had een vraagje. Ik ben echt al een tijdje heel erg geïnteresseerd in motorrijden. En ja. Ik dacht, misschien ben je wel geïnteresseerd in een samenwerking. Oké, je gaat nu even bij mij achterop. We gaan naar het oefentreintje toe. Oké. We gaan nu eerst even focussen op het aangrijppunt. Drop. Voeten erop. Oh. Yes! Ja. Okay, dit vond ik echt heel vet. Ja, of gratis reizen of helemaal weet ik veel waar naartoe. Kijk, daar moet je gewoon veel meer volgers voor hebben. Ik had wel echt verwacht dat het veel makkelijker was. Ik ben wel echt bijgedraaid. Het is gewoon keihard werken. Je bent gewoon je eigen bedrijf. Ja, en daar zitten hele fantastische dingen bij. Maar een beetje influencertje spelen is toch echt wel een pittige taak.